Nou, we zijn hier bij de Nieuwe Fontein, Wijngaard de Nieuwe Fontein. En die is in 2017 aangeplant. We staan nu bij de Sauvignon Gris soort. Hier wordt de witte wijn ervan gemaakt. En nou, die oogst die doe ik niet alleen, die doen we met z'n zevenen hier in totaal. Nou, het plukken van die druiven, dat is een zorgvuldig klusje. Daarom werken we met uiterste precisie. We selecteren die druiven uit. Alle rotters die halen we uit de tros, voordat we die trossen in de bak doen. Want alleen dan komen we tot de beste wijnen, feitelijk. Nou, in totaal staan hier 475 planten van deze witte soort. Er zijn drie soorten. Die andere twee soorten zijn al geoogst. Dus dit is de laatste soort die hier staat. Van de 475 planten kun je in potentie rond de 1 liter wijn halen. Maar deze planten zijn pas 2 jaar oud. En dat betekent dat ze nog niet op volle sterkte zijn. Dit jaar verwacht ik rond 1 kilo per plant. En dat zou uiteindelijk rond de 400-500 flessen op moeten leveren. Nou. In totaal zijn er 3 wijnen. We zijn nu de druif aan het oogsten voor de Lange Gart. Lange Gart was een persoon die op het huis De Nieuwe Fontein heeft gewoond. Zijn dochter was de Jaantje. Of Jaantje. Nou, Jaantje Rosé, vernoemd naar mijn oma. En we hebben nog de Gooiert, parelwijn. Nou ja, mousserende wijn. De druiven daarvoor zijn begin september geoogst. Dat geldt ook voor de Rosé-wijn. Die zijn inmiddels ook geoogst.